Yo motherfuckers, ik ben Wim of Mr. Nitbear en je zou me kunnen kennen van Vrolijke Sokken Breien, het boek dat ik samen met Den Dennis gemaakt heb, maar je zou me ook kunnen kennen van ons tweede boek, Sokkie 2. En zowel in het ene als in het andere boek komen een hele hoop leuke sokken voor die allemaal een boemeranghiel hebben. Hoe je die boemeranghiel precies moet breien staat uitgelegd in het boek, maar ik leg het in deze video nog een keer extra uit. Ik heb heel vaak de vraag gekregen om een boemeranghiel eens van het begin tot het einde te laten zien. Nu, een boemeranghiel op een grote herensok duurt wel eventjes om te breien. Dus de saaie en herhalende stukken, die ga ik er tussenuit knippen. Maar ik ga een keer van voor tot achter laten zien hoe ik deel 1 en deel 2 van de boemeranghiel brei. En dan kunnen jullie helemaal meevolgen. In dit geval staan er 72 steken op mijn breinaalden. Dat wil zeggen 36 op de ene naald en 36 op de andere naald. Ik ga dus over 36 steken mijn boemeranghiel breien. En als je de instructies van het boek volgt, dan zie je dat er 3 delen zijn op die hielnaald. Deel A in het midden veronderstel ik, deel C en deel B. En in dit geval zijn die 3 delen even groot. Gaan er 12 steken aan deze kant omgetrokken worden, 12 steken aan die kant omgetrokken worden en blijven er in het midden 12 steken die niet omgetrokken worden. Die steken worden niet allemaal tegelijk omgetrokken, die worden om de beurt aan de ene en aan de andere kant omgetrokken, tot we er aan elke kant 12 hebben en dan blijven er in het midden 12 over. Maar in de eerste naald, en dat ga ik even voordoen, worden er geen steken omgetrokken. Dus we beginnen de hiel door alle steken van de hielnaald 1 keer recht te breien. Zo, ik kom aan het einde van mijn eerste naald. Ik heb alle steken van de hielnaald 1 keer recht gebreid. Ook de laatste steek brei ik gewoon recht. En dan draai ik mijn werk om. Dus ik ga niet verder breien op de volgende naald. Ik ga terugbreien op dezelfde naald die ik daarnet ook gebruikt heb. Ik draai mijn werk om en nu zie ik dat ik aan de averechte kant van mijn sok ga breien. Dan moet ik mijn draad eventjes goed aan de juiste kant leggen, zorg dat de naalden uit de weg liggen. En dan ga ik beginnen met de eerste steek om te trekken. Dat ga ik vrij snel doen. Als je niet weet hoe je een steek moet omtrekken, dan raad ik je aan om daar een aparte film van te gaan kijken. Die staat op mijn kanaal. Dus ik neem de steek averecht af met de draad aan de voorkant. Ik trek hem naar achter, ik trek hem strak aan en ik trek hem meteen tussen de 2 breinaalden door weer naar voren. Nu ligt mijn draad aan de goede kant om averecht terug te breien. En zo brei ik alle steken die nu nog overblijven. Dat zijn er dus 35, want ik heb er 1 omgetrokken. Dan blijven er in mijn geval 35 steken over. Het is trouwens ook een hele makkelijke manier om te controleren of je het juist aan het doen bent. Want met een even aantal steken op je hielnaald ga je aan de rechterkant altijd een even aantal steken breien en aan de averechte kant altijd een oneven aantal steken breien. Nog 2 steken, die moet ik allebei nog averecht breien. En dan draai ik mijn werk weer om. Nu ligt de goede kant weer naar mij toe. Er zitten nog steeds 36 steken op de naald, maar het lijken er nu 37, omdat ik 35 gewone lusjes heb. En hier op het einde zit 1 omgetrokken steek. Die kan je herkennen, want het zijn 2 lusjes die hier in zo'n knoopje samenkomen. Zo'n omgetrokken steek ga ik nu aan de andere kant ook maken. Aan de rechterkant is het iets moeilijker om die steek netjes om te trekken. Dat betekent met de draad aan de voorkant averecht insteken. De steek afpakken. De draad over de rechterbreinaald naar achter trekken. Strak aantrekken. En die spanning op die draad houden. Want als je hier de spanning verliest, kijk,
Dan is die steek niet strak omgetrokken en ga je straks gaatjes krijgen. Dus echt goed aan de draad blijven trekken. Ondertussen insteken. En dan die tweede steek heeft misschien een beetje hulp nodig. En vanaf de derde steek gaat het alweer heel goed. Nu ga ik terugbreien naar de andere kant. En ik brei alle gewone steken. Die omgetrokken steek van daarstraks, die ik op het einde ga tegenkomen, die laat ik onaangeroerd. Noem het een beetje een dwangneurose, maar ik zit dan 31, 32, 33, 34 nog iedere keer in mijn hoofd mee te tellen als een soort van extra controle. Ik heb nu nog die ene omgetrokken steek, die twee lusjes met dat knopje erachter, die zitten nog op de naald. Daar blijf ik vanaf. Ik draai het werk terug om. En ik ga weer terugbreien. Eerst een steek omtrekken, dat doe ik altijd aan het begin van de naald. Dus steek averecht afpakken, de draad over de rechterbreinaald naar achter en moet terug naar voren om averecht te kunnen terugbreien. En ik brei weer terug, in mijn geval 33 steken, elke keer eentje minder. En 30, 31, 32 en die laatste is 33. Die omgetrokken steek aan deze kant, die blijft weer gewoon op de naald zitten. Zorg dat die niet valt, want een omgetrokken steek terug oprapen is onbegonnen werk. Dat betekent terug opnieuw beginnen met de hele hiel. Ik kan eventueel ook een keer voordoen hoe de niet-continentale breiers een omgetrokken steek maken. Dan leg je de draad aan de voorkant van het werk. De steek averecht afpakken, over de rechterbreinaald strak naar achter trekken, goed spanning op de draad houden, insteken en met spanning op die draad omslaan en zo in dit geval 32 steken terugbreien. Elke toer heeft 1 steek minder te breien, waardoor de eerste helft van de hiel een trapeziumvorm krijgt die altijd smaller wordt. Dertig, 31 en 32. Aan deze kant zitten er nu al 2 omgetrokken steken op de naald. Zo ga ik verder. Ik zal nog een keer averecht een steek omtrekken, maar dan met mijn rechterhand. De steek averechts afpakken. Draad naar achter trekken, tussen de naalden terug naar voren leggen, averecht insteken en omslaan. En zo weer tot helemaal aan de andere kant, tot je weer omgetrokken steken tegenkomt. En zo ga ik verder, tot er aan elke kant van de hielnaald, in mijn geval 12 steken omgetrokken zijn. Voor iemand die een kleinere hiel breidt, of een hiel in een kleinere maat, kan het natuurlijk zijn dat hier maar 10 of 11 steken, of zelfs 9 of 8 steken. En bij een kindermaat nog minder steken staan. Maar je eindigt door op het einde nog 1 steek om te trekken in een rechte naald. Dus ik zie jullie straks terug op het moment dat ik een steek omtrek en dan nog 12 steken ga breien. Zo, deel 1 van de boemeranghiel zit er bijna op. Ondertussen heb ik aan deze kant al 12 omgetrokken steken. Aan deze kant nog maar 11. Want ik heb daarnet in het midden van de sok, of in het midden van de hielnaald, 13 steken averecht teruggebreid. Ik heb mijn werk al gekeerd. Ligt dus klaar voor de laatste keer een steek, om de laatste keer een steek om te trekken. Ik ga dus averecht insteken. De draad naar achter trekken. En nu ga ik 12 steken breien in het midden. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12. En dan zie je automatisch dat ik hier aan 12 omgetrokken steken kom. Die zien er anders uit, want die hebben allemaal twee lusjes. En een gek knoopje aan de voorkant. Die steken ga ik behandelen alsof het één steek is. Dat betekent, ik ga die breien en onder de twee lusjes tegelijk insteken. Zorg dat je die altijd heel goed hebt. Want als je er één van de twee mist, dan laat je die steek alsnog vallen en dan is het om zeep. Dan moet je helemaal opnieuw beginnen. We zitten op dit moment ergens in het midden. Ergens eigenlijk op 2/3 van de hielnaald. We gaan die hielnaald afbreien. Dus ik ga al deze omgetrokken steken breien. En vanaf dan ga ik weer in het rond breien. Dan ga ik twee toeren helemaal afmaken. Dus ik ga dan de wachtnaald hier, of de wachtsteken hier op de wreef, die ga ik breien. Dan ga ik aan de andere kant de omgetrokken steken die nog op de hielnaald staan breien. En ik maak die hele toer af tot ik weer helemaal in het begin van de hielnaald zit. Dat gaat als volgt. Goed onder de twee lusjes insteken, breien. En wat ik dan doe is altijd even die steek goed strak aantrekken. Om ervoor te zorgen dat er geen gaatjes komen aan de zijkant van de hiel. Dat is 3. 4. En ja, ook hier wordt er weer goed meegeteld. Dat is 5. 11. En zorg dat ik die laatste ook goed heb. Dat is nummer 12. Die zijn dus al gebreid. Nu draai ik mijn werk verder. En ook die volgende steek die ik nu ga maken is best belangrijk om ervoor te zorgen dat er geen gaatjes komen. Dus ik ga insteken in die volgende steek en die heeft al een tijdje niks meer gedaan. Dus hier ligt best wel een afstand tussen die je moet overbruggen. Als je die steek breidt en dan eens goed aantrekt, dan merk je dat die al heel strak wordt. Wordt die nu toch niet strak genoeg, dan kan je altijd hier tussenin een dwarslusje oppakken, langs de achterkant wel. Verdraaid op de breinaald zetten en samen breien met die eerste steek. En dan sluit het gaatje heel goed. Dat heb ik op dit moment niet aan de hand, is dus niet nodig. Ik ga gewoon verder breien over de wreefnaald, 36 steken in mijn geval. Ik zie jullie zo meteen terug aan het einde van deze naald, op het begin van de hielnaald, waar de omgetrokken steken nog klaar staan. De laatste steken van de wreefnaald, dus de naald waar de steken bovenaan op de voet opstaan. En dan draai ik weer om. Zit ik weer aan het begin van mijn toer, heb ik met deze elegante flamingo aangeduid waar het begin van mijn toer is. En dat zie je ook duidelijk, want hier komen weer die omgetrokken steken die aan de andere kant van de hielnaald zaten. Ook die ga ik breien alsof het gewone steken zijn. Dus door de twee lusjes tegelijk insteken. En die zitten net iets anders op de naald. Dus daar is het iets meer prullen of priegelen, of hoe je het ook wil noemen. Om goed in die steken te geraken. Ook goed kijken dat je telkens maar één omgetrokken steek tegelijk neemt. Dus die twee lusjes moet ik samen breien. En hier is het zaak om telkens goed die steken aan te trekken. Als je ze gebreid hebt, om weer te vermijden dat er aan de rechterkant gaatjes komen. Telkens even goed aan die werkdraad trekken. Nee. Tellen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nog 6 te gaan.
is 11 en 12. Zo, de rest van die steken zijn allemaal hele gewone steken. Ik heb geen omgetrokken steken meer op mijn naalden staan op dit moment. Ik ga verder breien over de middelste 12 steken en over die andere 12 steken die ik daar straks al gebreid heb. En ik ga de toer helemaal afmaken. Dat betekent niet alleen de hielnaald afbreien, maar ook de wreefnaald nog een keertje opnieuw breien, tot ik weer aan mijn elegante flamingo ben. Ik zie jullie daar. Zo, en daar zijn we weer. Ik heb twee toeren in het rond gebreid. De heel nauwkeurige, oplettende kijkers die hebben gezien dat de steken hier eigenlijk nog maar één keer gebreid zijn. Dus in deze omgetrokken steken is nog maar één keer gebreid. Dat lossen we zo meteen op. Maar er staan nu dus terug 36 steken op mijn hielnaald. Dat kan in jouw geval een ander aantal zijn, maar we hebben wel drie delen. Deel C, deel A in het midden en deel B. In mijn geval zijn deel C 12 steken, 12 steken voor deel A in het midden en 12 steken voor deel B op het einde. Daarstraks hebben we de hele tijd van de ene kant van de sok helemaal tot aan de andere kant gebreid en weer terug. En we hebben iedere naald één steek minder gebreid, omdat we die hebben omgetrokken, zodat elke toer korter en korter en korter werd. Wat we nu eigenlijk gaan doen, is breien tot we voorbij 2/3 van de naald zijn. Dat betekent, ik ga de eerste 12 steken van mijn naald en de middelste 12 steken van mijn naald breien en nog één steekje extra. Dat kan ik straks controleren, want aan deze kant blijven er dan 11 steken over. Dan ga ik mijn werk draaien en ga ik terugbreien en ik ga telkens die middelste steken breien en telkens één steekje verder breien. En weer één steekje verder en weer één steekje verder en zo ga ik telkens de toer weer langer en langer en langer maken, waardoor ik ook een trapezium krijg, maar in de omgekeerde vorm. En dat gaat de hiel vormen. Dan ga je zo meteen zien, dat wordt snel duidelijk. Het is heel belangrijk dat we geen gaatjes krijgen, dus ook hier gaan we werken met de omgetrokken steek. Maar we gaan telkens maar één omgetrokken steek hebben aan elke kant van die middelste steken. Dat is misschien nu nog niet heel duidelijk, maar zo meteen wel. Wat ik dus eerst moet doen, is 12 steken breien en nog 12 steken breien en nog eentje extra. De wiskundige wonders onder ons die weten dat ik er dus 25 moet breien. Eens kijken. Dat is 1... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nu hebben dus deze omgetrokken steken ook allemaal twee breibeurten gehad. Dan ga ik verder over de middelste 12 steken. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nu heb ik er 24 gebreid. Er staan er nog 12. Dat is deel B van de hielnaald. Dat staat hier nog op. Maar wat we vanaf nu in deel 2 van de hiel gaan doen, is altijd één steek extra breien en dan pas het werk omdraaien. Vanaf nu wordt het makkelijk, want vanaf nu gaan we aan het begin van iedere naald een steek omtrekken. Dat hebben we ondertussen al vaak gedaan. Zou dus niet meer zo moeilijk mogen zijn. Met de draad aan de voorkant averecht afpakken. Draad naar achter trekken, terug tussen de naalden naar voor. Nu ga ik 12 steken terugbreien, plus nog eentje extra. Dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dat zijn de 12 steken in het midden. En nu nog eentje extra. Van die ene extra maak ik zo meteen, als ik weer terug ga breien, een omgetrokken steek. Dat is dus de 13e steek. Hier blijven er 11 op de naald staan. Ik keer mijn werk weer om.
En vanaf nu wordt het heel eenvoudig, want die omgetrokken steek aan deze kant, ik ga hem heel eventjes opzoeken, hier zo zit hij. Dit omgetrokken steek kan je heel makkelijk herkennen aan het knoopje. Die gaat eigenlijk vanaf nu dienst doen als een soort steekmarkeerder en die zegt tot waar je moet breien. Dat betekent ik ga nu een steek omtrekken, 12 steken terugbreien, plus die 13e steek, plus nog eentje extra. Ik ga dus altijd breien tot en met de omgetrokken steek. Let op, die breien als één steek, dus de twee lusjes tegelijk nemen en nog eentje extra. En zo gaat die omgetrokken steek elke keer een plaats naar buiten opschuiven. En zo wordt iedere toer ook weer één steek langer, tot je op het einde de omgetrokken steken niet meer kan opschuiven. En dan eindig je met een rechte toer en je blijft weer rondbreien om de voet verder af te maken. Of in mijn geval, want ik ben met een toe-up sok bezig, ga ik aan het been beginnen als ik met de hiel klaar ben. Ik doe nog eventjes voor wat ik bedoel. Dus ik ga een steek omtrekken. Heel belangrijk dat ik aan het begin van de naald altijd eerst even een steek omtrek. Dan heb ik meteen een markering om te weten waar ik straks moet stoppen met breien. Ik ga alle steken die nu gewoon zich voordoen, die ga ik breien. Dan kom ik zo meteen vanzelf een omgetrokken steek tegen. Ik hoef eigenlijk niet meer te tellen, stiekem doe ik het toch nog altijd. Hier zit dus die omgetrokken steek. Je ziet dat die er anders uitziet dan de rest. Die brei ik door de twee lusjes tegelijk. En, niet vergeten, nog één steek extra. Werk omdraaien. En net zoals daarvoor, we beginnen met één steek omtrekken. Ik breng averecht terug, want ik zit aan de averechte kant van mijn werk. Ik ga breien tot ik die omgetrokken steek tegenkom. Die brei ik ook. Die brei ik averecht in dit geval, want ik zit aan de averechte kant. En dan nog één steek extra. Ook hier geldt weer de regel, aan de averechte kant brei ik een oneven aantal steken. Aan de rechterkant brei ik een even aantal steken. Zo kan ik het voor mezelf bijhouden als ik ondertussen zit te tellen. Hier zit de omgetrokken steek. Ik heb even een kunstje om die te leren herkennen. Die brei ik averecht en dan nog één steek extra. Die wordt zo meteen weer omgetrokken als ik mijn werk heb gekeerd. En zo schuift die omgetrokken steek elke keer één plaatje op naar de buitenkant. Tot ik straks eindig aan de rechterkant van mijn werk. Daar trek ik nog één keer een steek om. Dan brei ik 35 steken recht. En vanaf dan ga ik weer in het rond breien. En moeilijker is het niet. Ik hoop dat iedereen vanaf nu heel goed en heel gemakkelijk die boemeranghiel kan breien. Want het is een leuke, eenvoudige hiel die in elke maat toepasbaar is. En die volgens mij heel makkelijk zit en er ook nog eens leuk uitziet. Veel succes en tot de volgende keer. Vond je dit een leuke video? Like hem dan even, abonneer je op mijn kanaal, volg me op Instagram en kijk ook eventjes op onze Facebookpagina.